Er zijn van die dagen dat je zou willen dat je even een dagje onzichtbaar kon worden. De onzichtbare man was mijn favoriet. Geen Beth Herde is voor de onzichtbare man. Oh! Niemand thuis. Oh, later maar. Mars, zeg eens eerlijk. Je haar zit belachelijk. Dat weet ik. Maar wat vind je van deze jas? Te nichterig. Waar heb je die vandaan? Ja, dus het is een nichterige jas. Nou en, dat past toch bij je? Of je die jas nou aandoet of niet. Mij hou je toch niet voor de gek. Maar zonder die jas zou je het niet zeggen, toch? Ach, jawel, ik zie dat zo. Dus net als met toupetjes, die vis ik er ook zo tussenuit. Homo's zijn geen toupetjes. Oh, ja, wijze van spreken. Wat jij eruit vist, zijn de dode bevers. Opvallend lelijke toupetjes. Mooie toupetjes herken je helemaal niet als toupetjes. Hoe bedoel je dat? Ik weet zeker dat jij een heleboel homo's voor hetero verslijt. Ik lijk wel straight. Ik lijk wel straight. Ik lijk wel straight. Maar samen zijn we de Village People. De Indiaan heeft afgebeld. En bij een goed toupetje denk je gewoon goed haar. Of je denkt niks, omdat je niks bijzonders opvalt. Ga je mee naar een concert van de Binky Boys? Een concert? Van een boyband? We staan 2 dagen in Ahoy in juni. Je gaat dan niet naar een boyband? Waarom niet? Dan sta je tussen de 10 meisjes. Kan mij dat nou schelen? Je maakt jezelf belachelijk. 2 van de 5 vind ik een lekker ding, 6 van de 10 nummers vind ik te gek. 50% kans op een leuke avond. Hans gaat mee, Steven gaat mee, Wilco gaat mee. Een avondje relnichten. Wat nou, relnichten? Vergeleken met Wilco en Sugarlee Hooper een bedeesd vogeltje. Als je een vlieg zou zijn, zou je dan meegaan? Ja, dan wel. Je geneert je voor je soortgenoot. Ach, helemaal niet. Waarom wil jij onzichtbaar en onopgemerkt oud worden? Waar is je trots? Je komt er toch ook rond vooruit? Jij hebt geen keus. Bij jou staat het op je voorhoofd getatoeëerd. Heb ik iets verkeerd gezegd? Het is net alsof jullie nichten allemaal een handboek hebben thuisgekregen waar precies in staat hoe je je moet gedragen. Oh, en een setje strakke t-shirts, een manicuresetje en een dosis zelfhaat om een eenzame kerst mee door te komen, als u dan hier even wilt tekenen. Ja, dan bent u nu officieel uit de kast. Gefeliciteerd ermee. Moet je je onderscheiden of juist opgaan in het geheel? Ik heb ook altijd nogal moeite gehad met een verschijnsel als de gay games. Heb ik je pijn gedaan? Nee, gaat wel weer. De vloer was te glad, de muziek was te sloom en mijn slip zat in mijn naad. Maar verder lekker gedanst, toch? Natuurlijk heeft het een hoog truzegehalte. Maar je zou best iets meer respect kunnen hebben voor mensen die pontificaal durven te zijn wat ze zijn. Als klein kind dacht je dat je onzichtbaar was als je je handen voor je ogen deed. Bij mij op school zijn een paar meisjes die gesluierd in de klas willen zitten. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Op dagen dat je een pukkeltje hebt of als je haar niet wil zitten. Ik kan lekker een dutje doen in je tent zonder dat iemand het merkt. Kopje thee erbij. Onzichtbaarheid kan ook heel provocerend zijn. Jij lult lekker, maar je praat je deugd niet. Tickets. 35 de man. Ik weet het niet. Jij gaat gewoon mee. Stel dat je er allemaal oude bekenden tegenkomt of dat ze over je gaan lullen. Nou en, over 50 jaar zijn we allemaal dood. Oh. Spijt me, maar ik ga toch even het licht aandoen. Ik ben mijn contactlens kwijt. Colin, schat, hoe is het met jou? Dat ik jou hier nou zie. Er komt 10.000 man naar dat concert. Je denkt toch niet dat het iemand iets kan schelen dat jij daar rondloopt? De wereld draait niet om jou. Hoogheer publiek, vandaag in ons kerstcircus geven we een hartelijk applaus en kijk maar eens goed, een homoseksueel. Je moet zo sterk zijn dat je altijd jezelf bent. Wie je ook tegenover je krijgt. En als ik de Binky Boys lekkere jongens vind met goede muziek, dan moet ik dat helemaal zelf weten. En je zal zien hoe goed daarop gereageerd wordt. Kom op, we gaan naar binnen. Waar heb ik nou die consumptiebonnen gelaten? Wat zien we eruit, jongens? We zijn net kwik, kwek en kwak in het leer. Niet meer zorgen om Piet. Zeg eens eerlijk, had ik niet nog even onder de zonnebank gemoeten? Als we elkaar kwijtraken, spreken we af bij de laten losklep. Oké, mogen mijn spullen bij jou in de tas? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die avond in het leer toch een soort van leuk gevonden. De onzichtbare man is favoriet, maar Zorro is een goede tweede. Ik dacht, als we nou eerst daarheen gaan, dan kan die boyband alleen maar meevallen.